Hoi allemaal, leuk dat je bekijkt naar Fem. En ik ga het vandaag met jullie hebben over mijn favoriete lipsticks voor met kerst. Het zijn er zes van mijn favoriete kerstlipsticks. Gewoon lipsticks die ik vooral voor de kerst echt super mooi vind. Ik begin met deze. Deze is van Art Deco. En dit is een hele mooie nude kleur. En je ziet ook echt dat ik hem vaak heb gebruikt. Niet alleen voor kerst hoor, ik vind dit in daily life ook heel erg mooi. Maar stel je wilt voor kerst een beetje voor een nude kleur gaan. Dus niet echt bam, rood of iets heel knallends. Dan is deze echt heel erg mooi. Hij heeft geen matte finish. Ja, hij is een klein beetje mat. Nou, het is niet dat hij heel erg glimt, maar hij is ook niet mat. Maar hij is zo lekker romig en hij blijft echt lang zitten. Het is echt een van mijn favoriete lipsticks. Over het algemeen, zeg maar. Maar voor kerst is het ook qua nude echt een super mooie. Mijn volgende die ik voor nude zou kiezen is deze van Bobbi Brown. Hij is wel erg prijzig, dat geef ik eerlijk toe. Hij is echt mooi nude. Hij is echt mooi mat nude. Ik vind het echt persoonlijk een beetje een Kylie Jenner kleurtje. Hij is iets meer bruinig dan die van Art Deco. Die is iets meer roze. Deze is iets meer bruin. Maar deze blijft ook echt heel lang zitten. Zit echt lekker op je lippen. Want heel veel matte lipsticks zitten niet super lekker op je lippen. Deze is wel echt heel erg fijn. En ik vind deze ook echt heel mooi. Maar kerst mag rood natuurlijk niet ontbreken. En mocht je gaan voor een rode lipkleur, dan moet je deze van Garches proberen, deze Garche Lip Lacquer. En het lijkt een nagellakpotje, is het niet, lijkt er wel erg op. Maar kijk, het is echt gewoon een lipgloss. En deze is echt super glossy, dus hou je heel erg van het glossy effect. Wat ja, ik zelf voor kerst echt super mooi vind. Dan is deze wel echt heel erg leuk. Het ook erg lekker, heel lekker zoet naar aardbeien. En hij is klein, dus je kan hem best wel makkelijk meenemen. En als je zelf niet zo van de lipgloss bent, maar meer van de lipstick, moet je deze van Pupa eens proberen. I'm Pupa. Het is ook echt zo'n rode. Schrik niet. Ik had hem uitgeleend aan iemand. En kijk, hij is er echt een beetje behoorlijk aan. Het is niet helemaal goed afgelopen met hem. Maar ik heb deze zelf naar kerstgala gedragen dit jaar. En het is ook echt een mooie, ja, een beetje echt zo'n echt rood-rood, weet je wel. Het is natuurlijk wel een kleur rood die je moet staan. Want met rood moet je altijd naar de ondertoon kijken. Ik heb bijvoorbeeld een blauwe ondertoon, staat mij beter. Want een blauwe ondertoon, mijn rode lipstick, dat past beter bij mijn huidskleur en bij mijn haarkleur. Dat staat met een mooier. Stel je bent blond, moet je gewoon even kijken naar een andere kleur. Want vaak is het zo dat dan rode lipstick met andere ondertonen jou mooier staan. Deze is ook echt fijn op je lippen. Blijft super lang zitten. Mocht je meer voor een winterlook willen gaan, dus meer nog donkerdere kleur, nog winterser, dan moet je deze proberen. Dit is echt een van mijn favorieten ook. Dit is 107 van Rimmel. Van de Kate Moss collectie. En deze is zo mooi mat. Zit zo lekker op je lippen. En ik weet, heel veel bloggers zijn hier echt fan van. Zijn hier echt lyrisch over. En dit is echt heavenly. Je ziet bij mij dat hij ook echt al heel vaak is gebruikt. Maar dit is gewoon een hele mooie Bordeaux. Die staat ook echt heel veel mensen staat. Is heel erg mooi. Super mooi mat. Blijft super lang zitten. Zit heel erg lekker op je lippen. En daarnaast is die voor de prijs is die ook echt nog wel te doen. Ik denk dat, ik weet niet precies hoe duur die is uit mijn hoofd. Ik denk 7 tot 12 euro. Vind ik voor de kwaliteit die je krijgt echt perfect. Kwalitatief vind ik echt gewoon op MAC lijken. Maar het is echt heel fijn. Echt aangaan. Ja, we gaan nog een tintje donkerder. Mocht je gewoon voor net een iets luxere kleur willen gaan, moet je deze Fashion Revival van MAC eens proberen. Deze is al iets meer berry dan de Bordeaux die we net zagen. Heel mooi mat is deze. Deze hoort ook bij de nieuwe matte lipsticks van MAC. Ja, en sowieso MAC lipsticks. Zo fijn. Echt, ik ben er echt fan van natuurlijk. Deze is super mooi. Mocht je ooit bij MAC zijn en eens willen kijken, check deze. Deze neigt een beetje naar paars. Is nog wel redelijk Bordeaux, maar is al wel iets meer paars dan de Bordeaux die je dus net zag. En als laatste nog een van Art Deco. Deze lijkt heel erg op Fashion Revival, maar deze is niet mat, deze is juist meer glossy. Deze is misschien ook net een heel klein tintje donkerder, maar deze is wel super luxe. Ja, ik vind deze in ieder geval super classy staan, heel luxe in ieder geval. Lijkt gelijk wel een stuk ouder door, dus mocht je juist voor een kleur gaan waar juist het jonger door lijkt, deze af te raden. Ik vind deze ook heel erg mooi. En lipsticks die ik super mooi vind voor kerst, welke ik rond deze tijd heel erg graag draag. Kwalitatief vind ik ze allemaal echt fijn aanraders. Ik heb alleen lipsticks erbij laten komen van ik denk van, ah ja, yeah, die zijn echt fijn, kwalitatief, weet je wel. Niet voor niets dat heel veel er al echt zo'n stompje hebben.
Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd welke lipstick jij super mooi vindt voor rond deze tijd van het jaar. Laat het hier beneden achter in de reactie. Duimpje omhoog als je de video leuk vond. En dan zie ik je de volgende keer weer. Bedankt voor het kijken. Doei. Hoi. Leuk dat jullie weer kijken naar Fan. En vandaag hebben we de allereerste gast voor jullie. En het is Rutger van Veurtje.